en superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ben jij net als vele anderen ook heel erg benieuwd waarom ik nou gestopt ben in 2017 met mijn eigen bedrijf Natuurlijk Saar? Blijf dan kijken naar deze video, want in deze video ga ik het je allemaal uitleggen. Voor degenen die mij al langere tijd volgen, die weten dat ik in 2017 een eigen bedrijfje heb gehad, genaamd Natuurlijk Saar. En dat bedrijf ging eigenlijk over, over beautyproducten, over huidverzorgingsproducten, die ik zelf maakte. Ik had wat recepten opgezocht van wat artikelen, om het zo maar te zeggen. Dus hoe maak je nou badbruisballen, hoe maak je nou zeep, hoe maak je een douchegel, een douchecrub, shampoo, shampoobars, noem het allemaal maar op. Eigenlijk een beetje wat Lush dus ook doet. Dat was ik ook gaan doen, zeg maar. En ik haalde daar heel erg veel voldoening uit, met name. Ik vond het super leuk om dat zelf in elkaar te zetten. En toen dacht ik, waarom begin ik hier niet gewoon eigenlijk mijn eigen bedrijfje in? Waarom ga ik niet een bedrijf starten met huidverzorgingsproducten zelf gemaakt? En dan goedkoper als Lush verkopen. Lush is een hartstikke mooi merk, maar veel feedback wat ik vaak hoor in mijn omgeving is dat Lush gewoon best wel prijzig is en best wel duur is. En ik dacht, misschien wellicht wat naïef, maar hey, daar hebben we het dadelijk nog wel over. Waarom begin ik niet mijn eigen bedrijf en ga ik niet gewoon dat zelf maken en zelf verkopen voor minder? Waarom doe ik dat niet? Nou, zo gezegd, zo gedaan. In het begin allemaal producten gemaakt, uitgetest op diverse mensen. Was allemaal prima, perfect. Het waren sowieso 100% natuurlijke, biologische producten, ingrediënten die ik gebruikte. Dus in grondstoffen, om even in de term te blijven van de producten. Die ik dus gebruikte. En ja, eigenlijk kon er niet zo heel veel misgaan. Het enige wat mis zou kunnen gaan is als jij allergisch bent voor bijvoorbeeld parfum of etherische oliën. Dan zou je wellicht een reactie kunnen krijgen op de producten die ik maakte. Maar goed, dat is iets wat je zelf dan waarschijnlijk vaak ook al ondervonden had. Doordat je in de loop der tijd zeg maar producten bent gaan gebruiken die dat niet bevatten. Want ja, daar reageer je gewoon heel snel op. Dat ging allemaal hartstikke prima, hartstikke goed. Mijn eigen webshop opgezet, mijn eigen website. Is een website met een webshop opgezet. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, want dat moest. Als jij een webshop wil beginnen, dan moet je, dan ben je verplicht om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat is nou eenmaal zo. Dus dat had ik ook gedaan. Wilde ik eigenlijk in eerste instantie niet, want ik wilde het eigenlijk een beetje gewoon eerst hobbymatig houden. En daarna wilde ik het gewoon, als het echt goed liep, wilde ik het uitbreiden. Ik geloof begin januari 2017 was mijn webshop voor geopend. Konden mensen producten bestellen voor best wel een lage prijs. Superleuk. Ik zag ook gewoon mijn klantenaantal groeien. Dat was echt het allerleukste natuurlijk. Om te zien dat steeds meer mensen wat gingen bestellen, nieuwsgierig waren en gingen kijken. En ik kreeg over het algemeen ook hele goede feedback terug. Alleen de feedback die er soms was, de wat mindere feedback, zeg maar, de kritische feedback, was gewoon dat de verpakkingen niet altijd goed waren. Maar goed, daar was ik nog mee bezig, was nog ook mee aan het spelen en zo. Verder liep het eigenlijk allemaal super en zag ik het alleen maar groeien en was ik hartstikke blij. Maar goed, ja, als jouw klantenbestand natuurlijk groeit en je doet alles zelf, je maakt alles zelf, je bestelt alleen grondstoffen in en maakt dan zelf het uiteindelijke product, dan kun je je voorstellen dat daar nogal best wel wat tijd in gaat zitten. Dat had ik dus een beetje onderschat. Ik werkte toen 32 uur nog. Ik deed nog YouTube erbij. Zoals nu ook, zeg maar. Ik geloof, volgens mij had ik toen wel één keer in de week een video. Maar goed, 32 uur in de week werken. Één keer in de week een YouTube video. Waarvan het ook nog eens een weekvlog was. Waar dus best wel veel tijd in gaat zitten. En dan natuurlijk nog de producten maken. En ik probeerde natuurlijk wel een beetje vooruit te maken. Niet heel erg. Ik bedoel, sommige producten waren natuurlijk maar kort houdbaar. Omdat ik met verse ingrediënten ook werkte. En ja, als je dat doet, dan zijn producten niet mega lang houdbaar. En dat ging in het begin natuurlijk gewoon super goed. Ik kreeg er heel veel energie van. Ik vond het hartstikke leuk om te doen.
Alleen op een gegeven moment merkte ik gewoon, en ja, dat kon je ook zien in mijn weekvlogs, ik raakte gewoon overspannen. Het ging gewoon niet zo goed meer. De werkdruk op mijn werk was rete hoog. Heel veel mensen hadden ontslag genomen op dat moment, toen ik bij Tres werkte. En ja, dan werd er van ons verwacht dat wij dus meer gingen werken. En ja, dan moet je ook harder gaan werken, omdat er gewoon minder capaciteit, minder personeel, zeg maar, is. Dus ja. Daar lag de werkdruk hoger. Ja, was ik gewoon best wel moe als ik thuis kwam van werk. En ja, dan had ik nog twee andere hobby's erbij eigenlijk. Dus op een gegeven moment ging ik samenwonen met David. Ben ik hierheen verhuisd. En ja, had ik Tres al niet meer, zeg maar. Dus toen had ik eigenlijk alleen maar mijn YouTube en ja, de huidverzorgingsproducten Natuurlijk Saar, zeg maar, als bedrijfje. In principe ging het nog steeds hartstikke goed, alleen merkte ik dat ik ging twijfelen. En er was namelijk één ding wat ik al in het begin, of ja, niet echt in het begin, maar waar ik achter was gekomen toen ik ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel en toen ik net een maandje bezig was met mijn site, met mijn bedrijfje. En dat stond eigenlijk een beetje mijn carrière in de weg. En door dat ene ding heb ik er uiteindelijk voor gekozen om te stoppen met Natuurlijk Saar. Dan ben je natuurlijk super benieuwd wat dat ene ding is. Kan ik helemaal voorstellen. Ik ben erachter gekomen, ongeveer een maand nadat ik begonnen was, nadat ik dus mijn webshop helemaal open had en alles klaar had. Eigenlijk, het liep gewoon super goed. En toen kwam ik erachter dat je producten moeten getest zijn in een laboratorium. Daar hadden we even niet over nagedacht. Ik had heel zien aankomen. Alleen dat even niet. Ik heb het even opgezocht, want ik wist de benaming niet meer. Maar je hebt, zeg maar, als je cosmetica wilt gaan maken of gaan verkopen, dan moet je aan de regels van de Europese cosmetica verordening houden. En dat houdt dus in dat jij je producten laat testen, dat ze een keurmerk ontvangen en dat je dus laat testen in een laboratorium. Hartstikke fijn. Supergoed natuurlijk dat dat gebeurt. Dat als eerst vooropstellend. Alleen, ja, daar had ik even geen rekening mee gehouden. Want toen ben ik gaan googlen van oké, als ik nou een keurmerk wil op mijn producten. Dus dat het gekeurd is, dat het goed is bevonden, dat het veilig is bevonden voor je huid. Ja, wat ben ik dan ongeveer kwijt? Nou, dan moet je ongeveer rekenen op €100 per product wat getest moet worden. Ik had wel wat producten in mijn webshop, zeg maar. Ik had lijnen met koffie, ik had lijnen met Egyptische roos, echt super lekker. Ik had met groene thee, ik had met kamille, echt van alles had ik. En in die lijnen had ik ongeveer wel ja, een stuk of 6 producten. Dus dan kun je nagaan, ik denk dat ik ongeveer 5 lijnen had met 6 producten. Nou, dat is best force. Als die allemaal getest moesten worden voor een keurmerk, ja, dan heb je gewoon echt een starterskapitaal nodig. Dan moet je je bedrijf dus echt naar een hoger niveau gaan tillen. En moet je een starterskapitaal bij de bank gaan aanvragen. Een lening bij de bank. En dat vond ik toch wel heel heftig. Dat vond ik wel dat ik dacht, ja, wil ik daar wel aan beginnen? Want stel het wordt een flop, ben ik wel het geld kwijt. Achteraf gezien is het natuurlijk zo, had ik mijn bedrijf dan naar een nog hoger niveau moeten tillen. Want het was een eenmanszaak. Nou, ga je als eenmanszaak failliet, kan dat, dan word je eigenlijk aangesproken ook op je persoonlijke, ja, hoe zeg je dat, op je, als persoon. Ga je je bedrijf nog hoger tillen naar een BV of naar een VOG, ik weet het even niet allemaal precies uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, ga je hem nog hoger tillen, dan ben je niet meer persoonlijk ook aansprakelijk. Dus dat had ik allemaal nog kunnen doen, maar ik vond het zo eng, ik dacht, ja, nee, ik weet het niet. En omdat ik zelf ook de producten moest maken. En stel dat mijn bedrijfje nog groter werd dan dat het al was. En ik moet nog meer producten gaan maken. Ja, waar haal ik het vandaan, zeg maar. Ik had zelf de capaciteit niet om al die producten zelf te maken. Stel ik zou 100 klanten per maand krijgen. Nou, ik weet echt niet waar ik de tijd vandaan moest halen om dat zelf allemaal te doen. Dus achteraf heb ik daar mega veel van geleerd. Ja, ben ik super blij dat ik het überhaupt heb gedaan. Dat ik het heb opgezet. Mijn bedrijfje heeft ongeveer 3/4 jaar heeft het bestaan. Daarna heb ik de stekker eruit getrokken. Ja. Achteraf gezien is dat ook allemaal niet helemaal soepel gegaan. Ik heb zomaar de stekker eruit getrokken. Niet eens gezegd van... Ja, volgens mij heb ik trouwens wel gezegd dat ik ermee stopte. Dat heb ik wel gedaan op Facebook. Maar goed, niet overal heb ik dat heel duidelijk gedeeld.
Dus het is echt één groot leerproces geweest voor mij voor de volgende keer. Mocht je ook zelf een bedrijfje willen beginnen, kan ik je wel wat tips daarin geven. Kijk inderdaad eerst heel goed hoe je het gaat aanpakken. Wil je bedrijfje opzetten met je eigen centen? Of wil je er echt voor kiezen om het naar een groter, hoger niveau te tillen? En een lening bij de bank aan te vragen. Dat is als allereerst waar je heel goed over na moet denken. Denk ook, als tweede tip wil ik je meegeven, denk heel goed na over reclame. Dat heb ik te weinig gedaan. Ik hield niet al mijn social media goed bij. Ik was vooral bezig met producten maken. Dus er zijn heel veel dingen waar jij over moet nadenken voordat je een bedrijfje opzet. Natuurlijk, echt, als je een bedrijfje wil opzetten, ga ervoor. Je leert er echt super veel van. En achteraf gezien denk ik ook echt niet dat het een flop is geweest. Ik heb er zoveel van mogen leren dat ik daar überhaupt alleen al hartstikke dankbaar voor ben. Maar er komt wel heel veel bij kijken. En dat is iets wat mensen, en ook ik dus, heel vaak onderschatten. Ja, dus met huidverzorgingsproducten, dat je het moet laten testen. Wil je inderdaad, net als ik mijn bedrijfje even erbij neem, wil je het allemaal zelf maken? Wil je het in eigen hand hebben? Of zeg je van, nou, ik koop het in via een groothandel. Achteraf gezien baal ik dat ik het allemaal zelf heb willen doen. Super naïef natuurlijk, want omdat ik het zelf moet doen, zijn de kosten eigenlijk ook hoger dan dat ik het in een grote partij bij een groothandel zou bestellen. Dat is ook een dingetje, er zat echt een hele lage tot geen marge op mijn producten. Denk daar dus ook heel goed over na. Ik verkocht producten en eigenlijk met totaal geen winst. Er zat misschien 50 cent, 1 euro winst per product. Andere producten zaten gewoon minder winst op. Andere producten zaten weer meer winst op. Ik denk ja, max 1,50, 2 euro winst. Nou, echt, geloof mij, als jij een eigen bedrijfje hebt, weet je dat dat echt niks is. Er zijn gewoon dingen die gaan echt 15 keer over de kop, weet je wel. Mensen die slaan iets in voor 2 euro, verkopen het voor 15, voor 20 euro, noem maar op. Dat zijn dingen, denk daar dus heel goed over na. Denk natuurlijk ook aan administratie. Ik had geen boekhouder verder. Dat moest ik dus ook allemaal zelf doen. Weet dus inderdaad dat als je een eigen bedrijfje begint, je administratie, daar moet je dus over nadenken. Wat ga je daarmee doen? Ga je die zelf doen? Kun je dat zelf? Je social media, dus je reclame zeg maar, je PR eigenlijk. Wat doe je daarmee? Ga je dat uitbesteden? Ga je dat zelf doen? Je producten, er zijn echt, je moet over zoveel dingen nadenken, echt bizar. Ja, nee. Dus ik hoop dat je hier wat aan gehad ook hebt, dat je wat inzicht hebt gekregen vooral. En dat je eigenlijk nou weet waarom ik gestopt ben. Dat was de video weer voor deze week, ik hoop dat je het weer leuk vond. Ik heb mega veel gerateld, I know, maar goed, ik hoop dat het in ieder geval een beetje duidelijk was en duidelijk is overgekomen op jullie. Heb je nou nog vragen, wil je dat ik nou nog een andere video hierover maak of whatsoever, laat het even weten in de comments en dan ga ik kijken wat ik daarmee kan doen. Ik wil je natuurlijk super hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video op mijn kanaal. En vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je heel graag aankomende zondag weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Bye bye!